Per 1 januari 2020 is Alexander Zegers als Director Tax Technology and Transformation in dienst getreden bij KPMG Meiburg & Co. ter versterking van ons Tax Technology Team. Alexander houdt zich sinds de start van zijn carrière fulltime bezig met tax technology en is onder andere verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ontwikkeling van het nieuwe KPMG Tax Platform Gateway. Hoogste tijd om meer te weten te komen over zijn visie op tax technology en tevens in te zoomen op de tax technology praktijk van Meiburg. Nou, van nature is de taxfunctie niet heel erg vooruitstrevend in de toepassing en adoptie van de technologie. En dat terwijl de taxfunctie zich eigenlijk uitermate leent voor technologie, omdat als je kijkt naar compliance processen zijn erg data gedreven en zitten erg grote kansen om technologie in toe te passen. Nu zien we de afgelopen 2 jaar wel een sterke toename in het gebruik van technologie en dat wordt met name veroorzaakt door 2 belangrijke aspecten. Enerzijds zie je belastingdiensten wereldwijd die steeds meer compliance druk opleggen. Op het gebied van digital reporting, transactioneel en vaak ook real-time. En het is voor ondernemingen eigenlijk onmogelijk om daar geen technologie voor te gebruiken. Anderzijds zien we ook technologie steeds toegankelijker worden voor bedrijven. Waar je een jaar of 4, 5 geleden technologie zoals machine learning, artificial intelligence nog tot het science fiction domein zag behoren, zie je nu echt een heel erg toegankelijkheid ontstaan voor deze technologie. En ook de tekstdomein is daar nu hevig van gebruik aan het maken. Nou, als we kijken naar technologische toepassingen binnen het tekstdomein, zien we eigenlijk 3 belangrijke categorieën. De eerste categorie is compliance. Dus compliance is sterk data gedreven. En vrij manuele processen vinden plaats om tot een aangifte te komen. Nou, technologie kan gebruikt worden om die processen te optimaliseren en de aangifte ook in hevige mate te automatiseren. Met als gevolg dat mensen meer kunnen doen in minder tijd. De tweede toepassing zit op het gebied van insights. Dus hoe kunnen we vanuit data die geconsumeerd wordt in die processen en door middel van data-analyse technieken inzichten genereren die organisaties in staat stellen om kansen te benutten, risico's te identificeren en zodanig ook in control te zijn over het end-to-end proces. En de derde categorie die we zien is het gebied van process management of workflow. En die toepassingen stellen ondernemingen in staat om gegevens en informatie op het juiste moment voor de juiste mensen beschikbaar te krijgen. Zodanig dat ze ook risico's kunnen mitigeren en goede beslissingen kunnen nemen. Nou, ik vertelde net al dat data een belangrijk thema is hier. En zonder een goede data foundation is het onmogelijk om een van deze technologieën toe te passen. Dus wij adviseren ook altijd om daar mee te beginnen.